Een zeer goede middag, dames en heren. Ik ben Yannick van Hoven en ik heet jullie graag van harte welkom bij Porsche Center Mechelen. Ik had jullie graag een nieuw concept voorgesteld dat we zijn beginnen te gebruiken in de naverkoop en waar we toch heel wat lof van oogsten van onze klanten. Ik neem jullie graag even mee naar binnen. Zo, we zijn nu aanbeland aan onze receptie, zoals jullie weten, het kloppend hart van een concessie. Waar ik het vandaag met jullie graag zou over hebben, is over een nieuw uniek online platform dat we gebruiken in de naverkoop. Zoals jullie ongetwijfeld weten, is het heel belangrijk om een vertrouwensrelatie te hebben tussen een concessie en de klant. Zeker als er over herstellingen of over onderhoud gesproken wordt. En het gebeurde in het verleden vaak dat een klant een afspraak maakte voor een groot onderhoud. En dat wij achteraf tot de constatatie kwamen dat er toch bijhorende werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden. Ik praat dan over remschijven en blokken, banden. Wij namen vroeger telefonisch contact met de klant om te vragen of die werken mochten uitgevoerd worden. En hoopten natuurlijk op het nodige vertrouwen. Nu, vandaag leggen we de lat nog iets hoger en willen we ook een visueel bewijs leveren aan onze klanten. En vandaar dat we het unieke platform zijn beginnen te gebruiken, namelijk Fleetback. Ik zou u dan ook graag eventjes voorstellen aan een van de drijvende krachten achter dit systeem, namelijk Clara van Esten. Hallo allemaal. Elke technieker bij Porsche hier heeft een iPod waarmee hij foto's en video's maakt van extra werken. Deze foto's en video's gaan samen met een offerte richting klant. Hij krijgt deze toegestuurd via sms of e-mail en kan direct elektronisch akkoord geven voor herstelling. De voordelen hiervan zijn dat de klant meer betrokken is bij het proces. Hij kan de schade zelf beoordelen en hij heeft ook meer vertrouwen in zijn eigen beslissing. De technieker die neemt zijn iPod en die start de applicatie Fleetback op. Hij opent de applicatie en geeft daarna het kenteken van de auto in. Klikt op volgende en daarna kiest hij de juiste module uit. Hij kan deze foto bewerken en eventueel aantekeningen maken op de foto. Na de foto's en video's komen we terecht in de aanbevelingenlijst. We voegen een prijs toe aan de uit te voeren werken. We klikken op volgende en vervolgens bevestigen we ook de klantinformatie. Daarna wordt het dossier verzonden naar de klant via sms of e-mail. Ik wens jullie nog hartelijk te danken voor het kijken. Uiteraard kan u Porsche Center Mechelen volgen op Facebook en Instagram. Of als u ons per mail wilt bereiken via info@pcm.porsche.be. Ik kijk al uit naar uw volgende bezoek. Tot later.